Welkom aan deze kant van de plaat. U zit nu bij de specialisten van Sonopress, Ring Workshop, IDs Projection en de Lucas Sound Studio. Weet u eigenlijk wat wij allemaal doen? Dat is best interessant. Tenminste, als u een managementfunctie vervult in het bedrijfsleven of iets te maken hebt met de showbusiness, werkzaam bent op een reclamebureau of gewoon geïnteresseerd. Wij, dat zijn Sonopress, grammofoonplatenperserij, of zoals Leo Ritmeester zegt, wij zijn drukkers van geluid. Ferry Bokma van IDs Projection, fotograaf en specialist in het ontwerpen en maken van audiovisuals en diapresentaties. Egiet Rutten, art director en een grafische duizendpoot. Nick Lucas van de Lucas Sound Studio. Geluidsopnametechnicus in hart en nieren en daarnaast ook nog een handige filmmonteur aan de montagetafel. Theo de Vos van Ring Workshop. Van oorsprong reclame-marketingadviseur, maar thans geheel gespecialiseerd op promotionele activiteiten en kindergrammofoonplaten. Meta de Vries, radiomedewerkster, presentatrice, producer. Wij met z'n allen doen in communicatie. U mag ons een werkwinkel noemen waar u op het gebied van beeld en geluid van alles kunt kopen. Communicatie is voor ons geen punt. Wij regelen dat. Beeld. Nou, aangezien dat onderwerp moeilijk getoond kan worden via de grammofoonplaat, vertellen wij u alleen dat wij foto's leveren, dia's en vlak onze jubileumboeken, de kijk- en knutselboeken, de premieboeken en de discoboeken niet uit. Discoboeken zijn al dan niet rijk geïllustreerde boeken met achterin de boekomslag een mini-LP. Het eerste Ring discoboek was het nog steeds bekende Elfje Twaalfje van Martine Bijl. Daarna volgden regelmatig kinderdiscoboeken. Bijvoorbeeld het Jip en Janneke discoboek, met daarin de Jip en Janneke musical. Deze werd overigens ook als gewone grammofoonplaat uitgebracht en door de Tros bekroond met de productieprijs voor het beste kindermateriaal. Nou kwam jij binnen, toen ging het winkelbelletje. Naast de kinderdiscoboeken ontwikkelden wij ook een grote mensenserie. Zoals bijvoorbeeld de serie discoboeken voor het weekblad Story. Inmiddels zijn Story discoboeken verschenen over Mieke Telkamp, Tom Manders en over hare koninklijke hoogheid prinses Irene. Een fragment nu uit de discoboekplaat rondom de rebellerende prinses. De vlaggen van de regionen, van de provincies, voegden zich om hem heen en zo liepen we naar boven. Het was prachtig. Als we nu het boekgedeelte van het discoboek steeds dunner maken, dan houden we uiteindelijk alleen een plaatje over met een hoesje eromheen. Kijk, en dan zijn we in onze geluidsafdeling terechtgekomen. En grammofoonplaten, tja, die hebben weinig geheimen meer voor ons. We kunnen ze opnemen in onze grote 24-sporen studio, die uitgerust is met moderne apparatuur, aangepast aan alle, zelfs internationale eisen van de hedendaagse techniek. We maakten deze plaat voor Desiree Verlovingsring. Maar het kan natuurlijk ook op de Jofle Tour, de Dijen kletsen, de café en jukebox stampen. Opdrachtgever de Nationale Sporttotalisator. Een van onze beeld- en geluidactiviteiten is het vervaardigen van audiovisuals. Indringende diapresentaties met accentuerende, aandachttrekkende of sfeerbepalende muziek. Dat alles als ondersteuning van de perfect uitgedachte verkoopboodschap, variërend van eenvoudige AV's als het ware mee te nemen in het koffertje van de vertegenwoordiger, tot aan ingewikkelde producties te tonen in grote ruimte op verschillende schermen met meerdere projectoren. Deze bijvoorbeeld voor Draka Plastics. Een AV die we maakten in opdracht van bureau Below the Line in Amsterdam. Overigens, we leverden deze AV in diverse talen. En het is weer Draka die dat goed heeft begrepen. Draka bekent farbe. Toen ze is ook. Draka Plastics. In playing the color game with Draka Plastics. Naast diapresentaties maken we ook radiospots. Je proeft net zo, het is ijs van Caracol. Mexicaantje, oranje hoed, Caracol ijs, geweldig goed. Caracol ijs, Caracol ijs, geweldig lekker. TV-commercials. Het is
trek, neem even pauze. Roos, roos, roos. Balletjes in fijne sauzen. Roos, roos, roos. Heel even in heet water maar. Het is in 10 minuten klaar. Waar je komt of waar je bent. Roos is overal present. Ja, roos, roos, roos. 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 Bioscoopreclame. Programma's voor de omroepen. De hoofdfilm uit het populaire AVRO woensdagmiddagprogramma De Berenbios bijvoorbeeld. De avonturen van Kuifje. Vandaag deel 1 van het spannende verhaal Bestemming Man. Hallo, ik ben Kuifje en dit is mijn vriend de oude zeerob kapitein Haddock. En dan gaan we nu een grammofoonplaat ontleden, het mes erin zo gezet. Een opname uit onze Meersporenstudio waarvan we dachten, ach, misschien is het leuk om eens te laten horen hoe zoiets in elkaar zit. U hoort de complete mix, een lekker swingende ondergrond. Maar aangezien dat natuurlijk niet het begin is, halen we de galm eruit. En ook het slagwerk verdwijnt. De bas eruit. En de gitaar. De blazers zijn al weg en dus nu de strijkers nog. Zo, met een schone lei begin. En er kwam een slagwerker. Aardige man. Hij zat en hij speelde. En aangezien dat heel niet gek klonk, voegden we daar een bas aan toe. En een plaat zonder gitaren wordt weinig gemaakt, dus kwamen er gitaren. De blazers werden weer aangenomen en de strijkers streken. En toch mis je dan nog wat. Juist een zanger of zangeres of een groep. Wij namen een zanger en hij zong de eerste, de tweede en de derde stemming. Overigens, hij heet Terry Lee. Oh, we told and told him get lower. We voegden er een beschaafd Dortje Galm aan toe. Hier en daar maakten we van de harmonizer gebruik. En dan heb je een knappe plaat die Sweet Joanna heet. Sweet you have, sweet you have, I fall in love. Dat was het dan. Deze plaatkant maakten we met onze eigen mensen, volgens onze eigen ideeën, eigen technische mogelijkheden, eigen artiesten. Alle creatieve medewerkers echter kunnen we niet naar voren halen, dat zou een LP worden. Wel kunnen we er een aantal bedanken dat indirect heeft meegewerkt. Ren Groot van Topformat. Peter van Epen van Holland Music, daar hebben ze geweldige achtergrondmuziek in huis. Kloes van Mechelen van Center Sound. Reclamebureau Market Winning in Wierde. Het weekblad Story. En John Russell en de popgroep Holland voor enkele muzikale bijdragen. Oh ja, en onze telefoonnummers staan op de hoes.